Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield, de Avatar Lock, samen met Jordi van de Subpar Guys. Jordi. Goedenavond. Goedenavond. Ik ga eerst beginnen nu met een kleine recap, want we zijn onze mooie Golett kwijt. Ja, dat is wel jammer. Nu heb ik dus Twilight, de Galarian Rapidash met Cycle Cut, Wild Charge, Stomp en Heelpuls. Nou, daar koopt voor je dat het daarmee een beetje gaat lukken. Ik ook. Maar ja, vandaag een beetje een catching episode, hè? Want ja. We hebben route 7 en we hebben route 8. Route 7 en 8, ja. Oh, daar kunnen we nog Snom vangen straks. Ja. Nice. Ik vind Snom wel een coole Pokémon. Hij is niet zo sterk, maar hij is wel cool. Klopt. Ik heb net tussendoor trouwens voor de kijkers heel eventjes opgezocht wanneer Panyard evolueert. Level 52. Dat is toch niet normaal. Nou, ik gun het dan zo erg dat jij het dan haalt. Ja, echt hè. Want dat zou ik op zich heel flauw vinden van, nope. Net als mijn Golett, want daarom gun ik het jou ook. Maar het wordt ook wel tijd dat hij gewoon wat sterker wordt. Dat ik hem ook kan gebruiken. Want ik kan hem nu eigenlijk nooit gebruiken. Omdat ik gewoon bang ben omdat hij gewoon te frail is, zeg maar, om het te gebruiken. Ja. Nee, dat snap ik volledig. Maar ja, even teruggaan. Op deze route kunnen wij kan jij twee dingen vangen, ik één ding. Eentje is een Morpeko. Dark Electric is een Visible Encounter. Oké. En ik weet alleen niet of het Visible is over de gehele route. En, dat stukje daarvoor, voor die route, hè, want daar ben ik nu nog tegen trainen aan het vechten. Tegen Model Mila. Ja. Zijn er hier geen Pokémons die wij kunnen vangen? Bedoel je vissen of? Nee, dat is gewoon een vraag. Gewoon hier, hoe heet het, in dat gras zeg maar, voordat die route begint. Nou, dat is al de hele route. Oh, je bedoelt... Oh, kan je Morpeko in dit stukje vangen met gras? Ja, het is wel een visible. En het is volgens mij 5%. Oh, dat ijs hoort bij de rest, zeg maar? Hoort het ook bij die, bij die route tussen de muren? Route 8 is met die ladders en is een stuk met ijs. Oh. Dat zijn twee routes. Zijn eigenlijk twee verschillende routes in één route. Ah. Wat aan de ene kant ik heel gaaf vind. Want doe maar een beetje denken aan Pinwheel Forest. Waarin je ook een beetje het hele idee had van... Moet me even helpen. Black and White, wanneer je de normal gym hebt geslagen. Ja, bij gewone Black and White. Dan heb je zo'n groot bos waar je doorheen gaat, waar je Team Plasma moet verslaan. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren. Black and White heb daar te weinig voor gespeeld. Oké. Maar daar heb je ook eigenlijk een Pinwheel Forest en dan heb je eigenlijk een inside en een outside. Maar beide wordt gezien als Pinwheel Forest, maar je vervangt er twee verschillende Pokémon's in. Daardoor ontstaat de Pinwheel Clause vaak. Oh, omdat je de twee verschillende mag vangen, zeg maar. Ja. Ah, oké. Omdat de Pokémon zo verschillend zijn. In de ene kan je bijvoorbeeld een Timpel vangen, een Timber, maar je kan bijvoorbeeld ook een... Kutlijparts. Kan je ook bijvoorbeeld... wat nog meer? Timber. Maar ook Throw en Sock. In het bos is... voornamelijk alleen maar bugtypes. Oké, duidelijk. Dus ja, en een beetje hetzelfde idee hier. Maar ja, wij hebben toch geen first encounter rule, dus... Nee, precies. Wow, die Lieparts die gaan hard, joh. Ja, klopt. Nou... Ik heb nog geen Morpeko, die zou je gewoon moeten zien lopen, toch? Hier, in het gras. Ja, ik zag hem ook net lopen voordat ik werd aangevallen door een Liepart. Hey, Galvantula hier. Heelpuls. Nee, niemand voor ons heeft Steel. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar die Inkays. Hey, Morpeko. Rot op, Morpeko. Jou heb ik nog niet nodig. Jou mag ik niet eens vangen, dus... Nee, Inkay moet je gewoon kunnen zien in het gras. En ja, ik heb Inkay nog gezien. Maar Inkay die kan jij vangen dan, hè? Ik niet, toch? Jij ook. Hm. Hij is Dark Psychic. Oh, hij is Dark, ja. Maar niemand van ons gaat hem evolven onscreen. Nee, dat is niet mogelijk. Nou ja, het is wel mogelijk, maar ik denk dat je Elgato er niet fijn vindt. Ja, precies. Ja, mensen, we gaan hem evolven. Ja. Tot straks. Maar, ja. Kom op, waar is dat stomme beest? Het is een Inkay, zo moeilijk lijkt dat me niet. Oh, hier, Inkay. Ah, voor fuck's sake. Team Yell, wat zijn jullie nou weer aan het doen? Nope, nope, nope. Ren weg van de Lightbart. Ah, jongens. Oké, ik heb de Inkay ook. Je hebt Inkay en Morpeko. Oké, door naar het volgende stuk. Ik zit hier nog even. Ik moet nog even een naam geven. Nee, ik zit hier nog wel even. Waar is... Want bij jou vloog Inkay toch gewoon? Of ben ik gek? Ja, je kan hem gewoon zien, zeg maar. Ja. Het is niet zoals met, bijvoorbeeld met Morpeko, die je op zich nog over het hoofd kan zien als hij diep in het gras zit. Ja, dat klopt. Die was ook best wel lastig te zien. Alleen, nee, hoe heet het? Als hij er is, dan mis je hem niet, zeg maar. Je kan hem niet missen, zeg maar. Daar is het te duidelijk voor. Nou ja, dan doe ik even het volgende. Dan ga ik even naar de route 8 in en weer route 8 uit, om even de route te resetten. Ja, doe ik ook heel vaak als ik Pokémon zoek. Ik vind dit trouwens wel een vette route, ja, zo met die ladders. Ja, jammer genoeg doen ze niet heel veel mee. En wat had jij nog gewild dat ze ermee zouden doen? Iets meer diepte. Dat als je bijvoorbeeld... Nu ga je alleen maar ladders op... En ja, naar beneden. Maar dat je ook bijvoorbeeld dieper naar beneden kon gaan. Ja, of dat je ergens nog een geheime tunnel had voor een legendarisch of zo. Ja, of een klein stuk gewoon. Dat je, want het idee is heel goed. Maar ze doen niks mee. Nee. Wat eigenlijk weer typisch ding is, maar oké. Wat was jouw naam voor Inkay? Squidward. Ja, oké. Voor mij is Calamari. Ik was heel benieuwd of jij dezelfde naam zouden hebben. Ja, dat had best gekund. Als ik eraan had, gedacht, had ik het ook een goede naam gevonden om hem te geven. Oké, ik ga even kijken voor route 8. Voor ons beiden. Voor hetzelfde gat kan je niet doorlopen. Oké, laten we even kijken. Hunter, ik heb een Gastly. Dusclops heb ik ook al. Raihorn mag niemand van ontvangen. Bronzong heb ik al. Hippolyta heb ik al. Hey, trouwens. Ik zit eraan te denken, maar... Oh, nee, ja, laat maar. Nee, het was een dom idee van mij. Nee, wat was jij eens een spinsel? Gooi in de groep. Nou, ik ben nu de hele tijd met Stuntank aan het vechten. Dus ik dacht dat ik ook Poison-types zou mogen. Maar ik mag natuurlijk helemaal geen Poison-types. Ik heb hem omdat hij dark is, zeg maar. Ja. Dus ik dacht van, oh, maar als ik Poison-types mag, dan mag ik natuurlijk ook een Hunter vangen. Maar dat is niet zo. Nee. Want ik mag helemaal geen Poison-types. Nou, eerst... Dus het sloeg nergens op, dus het was vandaag. Nou, het was een goed punt, want hier kan je in het gras wel Drapion vinden, wat weer een Poison Dark type is. Oh, die zou ik wel kunnen vangen. Maar ik weet niet, had je al een Stunky? Scorupie bedoel je? Nee, die heb ik niet. Scorupie. Nee, die heb ik ook nog niet geprobeerd. Oké. Even kijken, wat kan... dus dat zijn al even alle route encounters en Fallings, maar niemand van ons mag een Fallings. Nee. Is dat het? Oh, dat is niet veel. Nu heb je de visible encounters. En dat zijn Lunatone, Solrock, Boldor. Nou ja, Lunatone heb ik al. Ja, en Lunatone en Solrock zijn eigenlijk 1 op 1, dus... Ja. Ja, heb je niet zoveel aan. Dan, Gurder, niemand van die mag ons vangen. Golett, dat doet gewoon pijn. Panyard, nee, die heb je al. Rufflet is alleen maar soort. Maar jij en ik mogen beide een Vullaby. Oh ja, Vullaby, ja. Want hij is dark, hij is ook flying. Ja. Oké, dus Vullaby is nog wel interessant op deze route. Ja. Hé, daar is een Vullaby. Oh, meteen vangen. Dit was heel dom voor mij. Ik denk iedere keer dat Hatterin die hele lijn pas... Psychic Fairy wordt als laatste, maar ze hebben nog in als Psychic. Ik had hetzelfde net. Fairy. Dus, ik had hetzelfde, ja. Ja, mijn Weezing tikt even wat damage. Met een sidebeam op zijn kop. Goed, ik heb Vullaby ook. Nice. Ik denk niet dat jij die gaat gebruiken, of wel? Zover ik nu in mijn gedachten heb, nog niet. Maar je weet het niet. Klopt. Nou. Maar ik heb hem wel in mijn achterhoofd om hem te gaan gebruiken. Maar dan moet er wel weer een team reconstructie plaatsvinden. Want nu matcht hij te veel met dingen die ik al heb. Ja, precies. Dan moet je heel je team weer omgooien. Dat is een Togedemaru. Oh ja, daar mocht je ook nog vangen. Togedemaru. Oh, en die loopt ook rond hier? Ja, hij loopt ook gewoon rond. Is zichtbaar. Dat is wel een steel Pokémon. Dat is op zich wel interessant. Ja, het is electric steel. Dus beide komen op zich wel van pas. Ja, kijk, elektrische Pokémon heb ik wel een hoop, zeg maar. Ja. Oeh, Smart Strike heb ik gevonden. Nou, ik heb alleen nog steeds geen geluk met de Vullaby. Nou, nu is deze route best groot, dus je kan eigenlijk gewoon verder lopen en dan kom je vanzelf wel tegen. Ja, daarom. Okay. Die Boldors zijn groot, jongen, hè? Hm? Die Boldors zijn groot. Ja, die Boldors zijn inderdaad groot, ja. En er staat hier beneden een Golett me echt op te wachten. Ik ben nog geen Togedemaru tegengekomen. Ze vallen heel slecht op. Oké. Okay. Die Fallings moet doorlopen. Nou, Fallings toch. Fallings did nothing wrong. Oké. Okay. Die Pokémon zijn ook gewoon te schattig. Ja, die zijn wel leuk, ja. Alleen vind ik Fight niet echt de juiste type. Bugfighting was meer mijn ding geweest, eerlijk gezegd. Ja, of Bug Dark. Niet Bug Dark. Ik vind ze helemaal geen fighting. Ik snap wel omdat het een soort Legion is, zeg maar. Ik snap het idee echt wel, maar... Nee, ik zou het schijnlijk van als een Bug Fighting maar geweest. Want ze zijn een beetje een exoskelet op, weet je dat harnas? Ja. Yeah. En ze lijken wel met zo'n hoorn, lijken ze wel op zo'n Centipede eigenlijk. Want ik dacht oorspronkelijk dat het een Centipede was. En toen dat dacht bijna iedereen. Toen splitsen ze op in meerdere Pokémon en van... Oh! Ja, dat idee werkt dus niet meer. Ik vecht nu tegen Togedemaru trouwens. Ja, die heb ik net gehad. Oh ja, jij mag hem ook, hè? Of niet? Nee. Ja, nee, Steel niet? Nee, oh, nee. Steel niet en Electric mag ik ook niet. Nee. Ik heb hem! En ik ben de route doorgelopen, dus ik loop even een stuk terug. Oh. Dat doe je ook snel. Nou ja, zoveel trainen zijn hier niet. En zoals ik al eerder zeg, dat is waar. Zoveel exploratie zit hier ook niet in. Wel een paar Hyper Potions gevonden en Smart Strike. Dat gaat je sowieso soms heel veel helpen bij de gym. Want ijs is offensief een hele goede type. Defensief is echt een ruk-type van heb ik jou daar. Maar offensief is het heel sterk. Want heel weinig Pokémon's resisten ijs. Wow, en deze Fallings renden echt keihard op me af. Ik weet precies welke je bedoelt. Dan is het best van... Nou ja, zal ik alvast even kijken voor de volgende route? Ik vind het prima. Want, nou, eigenlijk is het dezelfde route, maar het ijsstuk van de route. Sneasel. Heb je al? Heb ik, ja. Ik mag een Delibird. Nee. Oké. Okay. Gewoon nee. Nee, niet? Nee. Nou, niemand van ons mag een Snover. Darumaka is alleen maar soort. Ja, en iedereen van ons mag een Snom. Ja. En Visserbon counters is ook nog een Snorunt. Maar... Hey, Brick Break. Dat is wel een goede aanval ook voor de gym zo. Ja. Hij is Anaconda. Ik denk dat ik Brick Break aan Tumper ga geven. Wacht even, was dat wat achter die krussel stond? Ja. Ik heb nog geen geluk met die Vullaby. Je zou toch denken dat iets voor een 10% ik die eerder zou tegenkomen dan andere crap die hier ligt, maar... Valt op zich vies tegen. Kom op, jij en anders... Ik loop zo meteen toch terug 1 of 2 visible encounters aan en dan loop ik maar gewoon door. Want ik weet waar je een Mandibus kan krijgen in de wild area. Ja. Die vliegt er ook altijd, dus. Daar hebben we Vullaby. Hallo Vullaby. Hé, trouwens, jij mag Snorunt ook vangen, hè? Half. Ik mag hem vangen. Maar dan alleen als de vrouw is. Maken. Ja. Oh ja, alleen als de vrouw is, ja, want dat moet ook nog. Ja, dus als ik er eentje tegenkom, het is man, klaar. Ja, dat is lullig. Ach ja, hoort erbij. Ik vind Froslass wel een vette Pokémon. Glalie trouwens ook. Wat vind je dan van Mega Glalie? Nee, die vind ik een beetje heftig. Maar ook een beetje de bedoeling. Ja, waarschijnlijk wel. Nou ja, klein trivia feitje. Heb je enig idee wat de ratio is voor Vullaby? Qua gender? Van Vullaby? Ja. Nee. Altijd vrouw. Echt waar? Ja. Oh, the more you know. En van Rufflet? Altijd mannetje dan? Ja. Okay. Heel raar iets, maar dat was de gimmick waar ze mee gingen. Oké. Ja, nee, dat wist ik niet. Weten we dat ook weer. Nou, even kijken, want ik hoef niet per se een Snom. Niet? Oké, ik ga wel eentje vangen. Ja, nou... Ik kom nu wel Snorunt tegen. Dus het is meteen duidelijk van, wordt gegund, is de misgunning. Ik mag hem vangen. Ah, heel nice. Daar ben ik blij om. Maar Lasagne is echt snel. Sneller dan een Arcanine. Ja, je zou het niet denken. Nee. Oké, en Froslass is ook binnen. Nou ja, Snorunt, maar ik heb een Dawnstone, dus ik kan zo hem even weer als ik zou willen. Moeten met een Dawnstone, dat is ook raar, hè? Je zou eigenlijk Duskstone verwachten. Shit, ik weet niet welke Pokémon er nou komt. Zo'n gok op dat het een ijs-Pokémon is. Goeie gok. Nou. Het is een Boltund, dat is geen ijs-Pokémon. En ik liep er zo lang zijn. Ik ben een Circhester. Ik wil mijn Snom nog vangen zo. Hij zit elke keer te roeren, dat is pas irritant, jongen. Laat me met rust. Ja. Oké, ik ga even healen en dan fix ik even nog de Brick Break terwijl jij Snom probeert te fixen. Ja. Oeh, crunch. Oh nee, alsjeblieft laat me... Oh, dat viel hartstikke mee. Niks aan de hand. Oh nee, nee, nee. Oh, wacht, met 3 damage. Ja, nou ja, zoiets, ja. Zo. Maar ik vind het wel het gaafste gebied waar we nu in zitten. Ja. Ik vind de Ballonlee-route die we hebben gehad, vond ik ook hartstikke gaaf. Ja, de Gleamwood Tangle. Ja, dat vind ik de gaafste route. Maar dit gebied waar we nu in zitten vind ik ook wel heel erg gaaf om te zien. Want je hebt deze rare ruïnes. Vind ik ook. En dan ga je gewoon een ijsgebied in. Ja, vind ik ook. Is ook vet. Nou, dat is Brick Break. En dat is nu de belangrijkste vraag. Wie de frik kan wel leren? Nou, ik weet dat waarschijnlijk al. Oh, dat valt me vies tegen wie het kan leren. Wie kan het leren? Rapidash? Nee, alleen Golissapot en mijn Grimmsnarl. Oh, Grimmsnarl, ja, dat had ik wel verwacht, ja, dat hij hem zou kunnen leren. Prima. ik wil het plumet, ik wil mijn Golissipon niet leren. Want... Ik heb een Snom. Nice. Dan maak ik nog wel of dat jij ook een Circhester bent. En dan is het al het einde weer van deze part. Kijk, dat is een kortere part. Nou, nou dat zou je denken. Maar valt toch vies tegen hoe lang we al bezig zijn hoor. Het is voor mij een goede 25, 26 minuten. Ja, maar die andere was wel langer dan een half uur. Ja, komt ook vanwege de hopfight nog. Hoe zal ik hem noemen? Ja, nou. Oké. Hey, Snom had een snowbal vast. Oké, ik ben dus in Circhester. Oké. Oh, wat mooi. Ook een vette stad trouwens hoor. Klopt. Over het algemeen, dus alle steden zien er hartstikke gaaf uit. Alleen, klopt. Er zit geen inhoud in. Nee, dat klopt. Beetje een nadeel. Nee, daar heb je al gelijk in. Even healen. Vlots. Dan ga ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal, maar ook niet te abonneren op het kanaal van Jordi, namelijk de Subpar Guys. Link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.